ik heb laatst wel een goede tip gehad trouwens. Als je gebruik maakt van een specifieke site of een specifiek product, kun je bijvoorbeeld dat product verwerken in je wachtwoord. Dus laten we zeggen, je gaat inloggen bij je bank of zo. Dat je dan de eerste 3 letters van je bank stevast neemt en dan een standaard riedeltje erachteraan. En zo kun je wel elke keer een ander wachtwoord gebruiken. Moeten we dat nou toch wegbliepen? Van... Nee, dat zou in theorie kunnen, heb ik een vriend horen zeggen. Maar ik dacht, nou, dat is wel fijn om het wat makkelijker voor jezelf te maken. Dat je niet zoveel verschillende codes hoeft te onthouden. En verder is het belangrijk om natuurlijk wel regelmatig aan te passen. Dat hebben we ook gevraagd aan luisteraars van, doen jullie dat dan ook? Hè? En hoe frequent dan precies? Daarbij waren de opties, doe je dat wekelijks, maandelijks, jaarlijks? Of heb je dat de afgelopen 5 jaar toch echt niet gedaan? Wil je misschien een voorschot doen, Larissa? Wat denk je? Ik denk in de afgelopen 5 jaar niet gedaan. Ja, toch echt wel overduidelijk. Instagram en Twitter, zo'n 60-70% gaat daarvoor. Overige mensen doen het jaarlijks. Er was slechts 1 iemand die zei, nou eigenlijk elke keer als ik inlog, heb ik alweer de drang om aan te gaan passen. Jeetje. Dus die is misschien al heel goed op de hoogte. Ja. Ja.